Voor mij is dit weer de eerste dag na mijn vakantie dat ik aan het werk ben. En ik moet zeggen dat een vakantie voor mij vaak het moment is om weer heel even pas op de plaats te nemen en te kijken, nou, waar sta ik nu eigenlijk? En is dat nog steeds waar ik wil staan? Want je merkt het misschien zelf ook wel gedurende, nou ja, de weken, maanden, jaren, laat je je misschien leiden door anderen of andere zaken, waardoor je toch op een bepaald zijspoor terecht kan komen. En voor mij is die vakantie dus juist een moment om weer even terug te gaan naar de kern en mezelf de vraag te stellen: wat wil ik echt? En het antwoord op die vraag is eigenlijk al een aantal jaar hetzelfde. Want wat wil ik echt? Dat is mezelf ontwikkelen tot de best mogelijke versie van mezelf. En zodat ik mijn mooiste leven kan leven en dat ik me gelukkig voel. Dat ik me vrij voel, overvloedig, gezond. Nou ja, dat eigenlijk. En dat delen met anderen, zodat ook andere mensen dat kunnen. Dus eigenlijk, nou ja, de wereld helpen ontwaken om mensen te laten inzien dat ze leven in een realiteit die eigenlijk een illusie is. En dat je daar veel meer invloed op kunt uitoefenen dan dat mensen denken. En door zelf het voorbeeld te zijn dat ik mensen laat zien hoe ik het doe en mensen daarmee inspireer om hetzelfde te doen. En dat is waar het voor mij om draait. En ik merk dat ik daar de laatste tijd wel iets minder mee bezig ben geweest, omdat ik iets meer de focus had liggen op het geld verdienen en iets minder de focus had liggen op het geven. En tijdens de vakantie had ik het daar ook met mijn man over. En nou ja, toen zei ik wil weer meer gaan delen. Ik wil meer gaan delen over het proces. Ik wil meer gaan delen over kwantumfysica. Ik wil meer delen over je onderbewustzijn. Ik wil meer delen over ja, de neuropsychologie. Ik wil ja, dingen die mij blij maken, waar ik van ga kwispelen. En dat wil ik meer gaan delen in blogs en in video's. En nou ja, goed. En dat ga ik dus ook doen. En wat ik ook merk, is dat ik ook gewoon weer zin had om te gaan werken. En op vakantie, en we zaten op een camping voor het eerst, waar deze mama wel even aan moest wennen overigens. Maar we zaten op een camping en 's avonds, we hadden natuurlijk wat andere mensen ontmoet waar we 's avonds mee gingen borrelen. En ik merk dat er toch nog steeds, of nou niet nog steeds, ik merk dat er gewoon heel veel mensen zijn die vandaag, op maandag of een andere maandag weer beginnen met werken en er gewoon ontzettend tegenop zien. Slapeloze nachten hebben, op hun werk zitten met weer buikpijn. En ik merk zo nu dat ik dat niet meer heb. Heb ik ook jaren gehad. Nou, ik wil niet zeggen extreem buikpijn, maar dat ik dacht, is dit het wel? Er moet toch meer zijn? En nu merk ik dat ik gewoon leef vanuit wie ik ben. Ik kan gewoon mezelf zijn, mezelf, de dingen die ik leuk vind om te doen. Ja, mezelf ontwikkelen, lezen, daarover delen. En ook gewoon kleine dingen. Zoals in het verleden dacht ik na, oh, hoe sluit ik nu bijvoorbeeld netjes een mail of een brief af? En nu denk ik, hoe wil ik het doen? Gewoon als mezelf, gewoon wie ik ben. En daarom merk ik dat ik ook vaak nou, ik zeg geen afkeer heb, maar je ziet overal life coaches, healers, lichtwerkers, spiritual teachers, allemaal verschillende benamingen. En ergens voelen heb ik nog geen naam gevonden die bij mij past, anders dan gewoon mezelf. En dan hoor ik iedereen om me heen die zegt: ja, maar je moet toch een bepaalde functie, een naam aan jezelf geven, omdat ja, anders weten mensen je niet te vinden. Nou, ik kies daar niet voor. Ik kies daar niet voor omdat ik gewoon mezelf wil zijn. En ik ben ervan overtuigd dat vanuit de kwantumfysica als alles mogelijk is, de juiste mensen weten me wel te vinden. En dat is ook zo. Mensen komen op mijn pad. En vorige week kreeg ik zelfs gewoon een compliment hoe fijn het was dat ik gewoon mezelf was en me ook gewoon zo noemde. Dus dat is ook gewoon mezelf. Kiezen wat ik
graag wil. En niet per se in die hokjes denken. Want als je in een hokje zit, zie je ook heel veel dingen niet buiten het hokje. Als je begrijpt wat ik bedoel. En ik voel ook niet dat ik per se een bepaalde functie heb. Ik voel dat ik een missie heb. Ik voel dat ik mensen wil helpen ontwaken uit die illusie van de realiteit. Zoals ik dat zelf ook aan het doen ben. Ik wil niet zeggen dat ik al ben waar ik zou willen zijn. Maar gaat het niet om de reis erheen in plaats van alleen de bestemming? Nou, en ik geniet er met volle teugen van. En ja, bij mij gaat ook niet alles zoals ik graag zou willen. Maar als ik kijk naar wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en hoe ik steeds meer leer vertrouwen op mijn intuïtie en steeds vaker de vraag stel: is dit wat ik echt wil en past dit bij gewoon mezelf zijn? Krijg ik daar steeds duidelijker een antwoord op en voel ik me ook steeds vrijer. Ik heb steeds minder het idee dat ik een rol hoef te spelen. En het voelt zoveel lichter. En dat wil ik jou ook meegeven. En vooral voor de mensen die nog in loondienst zijn, als je voelt dat je iets anders wil, ga je hell yes momenten volgen. Ga volgen waar je blij van wordt, waar je van gaat kwispelen. Want alleen dan merk je wat op jou, of jij je op jouw pad begeeft, zo moet ik het zeggen. Want je gevoel is je geleidesysteem. En als je je blij voelt en plezier hebt in wat je doet, is dat iets wat bij jou past. En merk je dat je ergens als een dood paard aan moet trekken en heb je het idee dat je alleen maar aan het buffelen bent, aan het trekken, aan het werken, dan is het misschien niets wat voor jou is weggelegd. En heb jij last van het is dit alles gevoel, dan is het dit waarschijnlijk wat je nu doet niet alles voor jou. Dan is er meer voor jou weggelegd. Alleen jij moet gaan ontdekken hoe je daarachter komt. En dat is in mijn beleving niet alleen door wat ik hiervoor deed, hè, het talentenbureau, vitamine T, alleen het ontdekken van je talenten. Ja, dat is er een onderdeel van, maar het is een groter geheel. Waarom ben jij hier? Jij bent hier om afgestemd te zijn, in alignment met jezelf, gewoon jezelf te zijn. En door gewoon jezelf te zijn met jouw talenten en jouw capaciteit en jouw zijn, kun jij andere mensen helpen ook verder te komen. En ik denk dat dat is waar jij hiervoor bent en waar ik hiervoor ben. Mezelf ontwikkelen tot de best mogelijke versie. Mezelf zijn. En daarmee anderen helpen en inspireren om ja, dat ook te doen. En dat gun ik jou ook. Dus mijn tip voor jou: volg zoveel mogelijk je hell yes momenten. Ga je ergens van kwispelen? Ga daarmee experimenteren. Merk je dat het je toch te veel energie kost? Dan kun je dat in ieder geval van je lijstje vinken. Maar merk je dat er ineens allerlei toevalligheden plaatsvinden en dat je ineens mensen ontmoet die je verder gaan helpen, waardoor je nog meer gaat kwispelen, dan zou dat wel eens jouw pad kunnen zijn. Maar dat kun je niet ontdekken door stil te zitten en in je huidige baan bijvoorbeeld te balen over hoe je het niet naar je zin hebt. Maar kom in actie. En kun je daar wel wat hulp bij gebruiken, dan weet je me te vinden. Nou, dankjewel.